Dat is bal ingewikkeld. Oh ja! Daar is de Aves dan met het punt. Het gaat helemaal fout achterin bij Geert de Muiden. Zo, daar miskomt het uitje. Kan de middenbaar erbij. Ja, middenbaar kan erbij. Middenbaar, 1 op 1 met keeper. Middenbaar, oh, speelt de keeper. Nu heeft hij nog wat voor de strijd. Oh ja! Hij krijgt hem er toch in! Hij krijgt hem er toch in! Zo doe je dat! Zo doe je dat! Het kan dus toch! Foutje achterin bij Benedetto. Het is Middenbaar die heel scherp daarop reageert. Gaat wel lekker, hè? En uiteindelijk komt er een kaart aan voor Van Bentum. En dat betekent dat Van Bentum eraf gaat. Dat betekent dat Middenbaar er doorgaat met die man. Ja, daar is dan de rode kaart voor Van Bentum. Ongeloof op het gezicht. En na de 16 meter dan trek je naar binnen toe. De actie bij Kadoer. Ja, ja! Daar is al die 2-1 hier. Op Sportpark de Wetting voor de. Wat een schitterend doelpunt. Ik zeg het, dan loopt hij alweer naar binnen toe. Eerst naar buiten, dan naar binnen via de 16 meter. De acties. Tik-tak, 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 tik-tak. En dan bam, dan schiet hij maar in. Zijn we er gewoon. Boom! Ja! En dan Bosman kan hij het nog maken. Kan hij het nog maken. Ja! Ja! Hij is binnen! Hij is binnen! Het is de overwinning en er komt heel Sportclub Pilverkamp af. Alle wilspelers en het is deze onderwetering. Wat fantastisch! Ik raak nog een keer mijn stem kwijt hier. Leo, goedemiddag. Ja. Het is weer zover, we mogen weer de wei in, althans wij. Sport op geen muis. Nou ja, afgelopen zaterdag hebben we gevoetbald. Een uitwedstrijd tegen Eemdijk. En dat werd helaas een nederlaag. Naar een heel matige eerste helft, een tweede helft, wat wel beter ging. Maar goed, straks zullen we ook de trainer horen. Opvallend is in ieder geval dat hij een wissel deed in zijn team. Afgelopen wedstrijd tegen Eemdijk in de rust. Toen haalde hij Ryan Valente haalde hij eraf. En in die plaats kwam Nick Buitink. En het ging in de tweede helft ging het een stuk beter. Dus dat zal dan vandaag ook weer de opstelling zijn waarmee gestart wordt? Nee, opvallend is dus dat Ryan Valente wissel staat. Oké. Okay. Dus hij borduurt hier denk ik toch wel verder. Met betrekking tot de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Maar de man die er alles vanaf weet, is natuurlijk de trainer zelf. We hadden net de opening. En toen hadden we het erover van dat Ryan Valente vanmiddag wissel stond. En dat Nick Buitink wel speelt. Is dat op basis van wat je afgelopen zaterdag in de tweede helft gezien hebt? Mede. Maar ook omdat we iets anders willen spelen vandaag, omdat we een andere tegenstander hebben. Dus ik verwacht dat de tegenstander iets meer met lange ballen gaat spelen. En ik vind dat we aan de bal juist de vrijheid gaan krijgen in de opbouw. En ik vind dat we daar beter in moeten gaan doen. En het is aan ons hoe goed we zijn aan de bal vandaag. Die tegenstander, qua resultaten, kijkend, 7-0 begint. Maar je hebt ook een bekerwedstrijd hier gehad, wat op het eind uiteindelijk nog 2-0 wordt. Welke conclusies kun je dan uit die twee wedstrijden trekken en met name richting die tegenstander? Nou, dat ze het steeds beter gaan doen. Kijk, de eerste was 7-0, was volgens mij de derde of de vierde wedstrijd. Ja, toen zag je dat zij gewoon moesten wennen aan het hoofdklassenniveau. Het gaat allemaal wat sneller dan de eerste klas wat zij al jaren gewend zijn. En de bekerwedstrijd werd uiteindelijk 4-0. Maar toen zag je ook al dat ze het beter voor elkaar hadden. Hè. Ze kunnen gewoon goed verdedigen. Het is een hecht team. Dat is het al jaren. Ja, en het is aan ons om zo snel mogelijk daar een goal te gaan maken. Rens van Bentum heb je vanmiddag niet. Nee. Waarom niet? Rens is vannacht papa geworden. Dus die is voorlopig even bij zijn vrouw en bij zijn kindje. Dus daar wensen we hem van deze plek heel veel van harte gefeliciteerd. En we gaan het met andere jongens doen. Ja, in ieder geval ook, zit ook vaker, ook in het betaalde voetbal, laatst als een kind geboren is, moet de speler gelijk de volgende wedstrijd weer gewoon spelen. Maar dat is hier dus niet zo. Nou, maar dat bepaalt hij zelf. En als hij had willen voetballen, dan was hij er geweest. Maar ik geloof dat het vannacht om 3:30 was, dus dat zijn natuurlijk hele lange dagen geweest. En zeker gisteren een lange dag. Moet je lekker thuis blijven en genieten van die kleine jongen. Oké,
de omzetting. Heb je al meer omzettingen gedaan met betrekking tot je 11? Nou ja, Rens is het natuurlijk niet. Dus Martijn Eekhoorn gaat vanaf dit moment beginnen. En vanaf minuut 1. En hij mag het laten zien. Hij traint fantastisch goed. En dit is een mooie kans voor hem. Ja, maar die speelt dan meer aan die rechterkant. Wat je dan uitlegt, linkerkant is ook vast. De spitspositie ook. Met vergelijking met de afgelopen weken. Maar als ik dan kijk naar Simon Eekhoorn, die speelt ook normaal gesproken een aanvaller. Hoe moet ik die inschatten? Op welke plek en welke opdracht krijgt hij mee? Hij moet spelen zoals hij goed kan spelen. En dat is veel diepgang, veel dreiging. Hij moet eigenlijk gewoon voor ons aanvallende extra impulsen gaan zorgen vandaag. Dus ja, we gaan nog iets aanvallender spelen om op zoek te gaan naar die goal. Boetsamar, die plek die neemt hij dan in je vaste tactiek? We spelen eigenlijk met twee teams, dus Boetsamar die speelt daar eigenlijk gewoon in de buurt. Omdat je verwacht dat je vanmiddag een tegenstander hebt waar je veelvuldig het balletje hebt? Nou ja, dat denk ik op eigen helft zeker. En ik vind dat we gewoon creativiteit hoog op het veld moeten hebben. Nou, dat hebben we met Boetsamar. Maar ik vind dat we de laatste tijd minder diepgang hebben vanaf het middenveld. En dat wil ik vandaag bij Simon zien. Is dat ook een conclusie die je hebt getrokken waar we afgelopen zaterdag over hebben gehad? Over de wedstrijd wat je gespeeld hebt en uiteindelijk geen resultaat hebben gehaald? Mede. Kijk, weet je, dat is natuurlijk een andere tegenstander. Eemdijk is natuurlijk een hartstikke goede ploeg. Maar ik vind dat je met lopende middenvelders, daar ben je gewoon, dat kan heel gevaarlijk zijn. Dat is lastig te verdedigen. Nou, dat heb ik minder gezien. Dat kwam ook omdat we andere spelers op het veld hadden staan. Nou, nu kies ik bewust voor Simon op die positie. En ik wil zien hoeveel diepgang die gaat brengen. Zodat je het ook wat uit elkaar trekt. He, want anders, nu moet de tegenstander moet daarop gaan reageren. En als je alleen maar spelers hebt in de bal, dan kan Noorse Schut eigenlijk gewoon op eigen helft blijven staan. Ja, en ik denk dat dit wat verrassender kan zijn. In hoeverre is Kai Velde, want voor de wedstrijd spraken we met ons team er nog even over, dat je daarmee toch wel een stuk creativiteit kwijt bent. In hoeverre is dat misschien ook een reden dat misschien de laatste wedstrijd soms wel ietsje moeilijker ging? Nee, maar dat is absoluut een feit. Kai die is voor ons een hele dragende speler. Zowel aan de bal, maar ook zonder bal. En kan een goal maken. Hè, standaard situaties bij hem zijn gevaarlijk. En ja, weet je, dat moeten we op een andere manier oplossen, want hij is er niet. En we hopen dat hij er gewoon heel snel weer is. En dan is dat weer een extra aanvulling op ons groep. Ja, we hebben hem afgelopen week gesproken. In een interview ongetwijfeld zal je hem ook wel gehoord hebben. Hij is toch proberen aan het terugkomen. En iedere week komt er eigenlijk weer nieuws rondom hem. Over vorderingen en zo. Ja. In hoeverre is er nu ook vorderingen wat je kunt vertellen? Dat het steeds beter gaat. Dat hij minder last heeft. En dat we hem gaan optrainen. En ik denk dat het nog 2-3 weken duurt voordat hij er weer is. En we nemen er ook geen haast bij. Ik heb er nog 20 op het veld staan zoals je ziet. Dus alles is gebaat bij een fitte Kai. En niet bij een half fitte of op 80%. Wanneer ben je tevreden als straks de wedstrijd afgelopen is? Ja, ik snap een overwinning. Ja. Die ook iedereen hier wel verwacht dat die gaat komen. Maar ik denk dat je ook andere dingen wilt zien in die wedstrijd. Ja, zeker. Kijk, je weet je wil elke wedstrijd wil je graag goed voetbal spelen. Aanvallende intenties tonen. Ja, dat heeft ook met een tegenstander te maken. En hoe goed ben je zelf aan de bal? Nou, daarin zullen we vandaag bepaalde keuzes moeten gaan maken. Waardoor we gevaarlijk worden. Natuurlijk wil je vaak aanvallen via de zijkant zien. Je wil diepgang vanaf het middenveld zien. Je wil de tegenstander wil je onder druk zetten. Nou ja, goed, dat gaan we vandaag meemaken. Maar de intenties zijn er altijd. Succes. Dank je. Dit was dus de trainer van Sportclub Geenemuiden. Als het goed is, komen we hier ook zometeen met de voorzitter, die zou hier nog komen. Maar Kai... Ja, ik zag Raymond zag ik lopen, dus okay. Die begeeft zich wel hier in de buurt. Kai, hoe staat het ervoor? Heb jij deze week weer vorderingen kunnen maken? Volgende week ga ik vorderen. Nou, mooi. Dat is goed nieuws. Er zijn even de sponsoren in beeld. Oké. Okay. Ja, de winter is volop bij. Ja, ik zit altijd helemaal liggen. Ik heb altijd een beetje zon gewerkt. Dan moet je even. Waar zit hij nou bijna? Oh, ik denk dat hij achter de reclameborden zit bij de camera. Ja, oké, we gaan door met het volgende interview. Raymond, Geenemuiden en nieuwbouw- en verbouwplannen. Hoe is het? Loop maar gewoon voor de camera langs hoor, dat is helemaal niet erg. Hoe is het met nieuwbouw- en verbouwplannen?
Ja, goed, hè, zoals Luc jullie twee weken terug meegenomen heeft, hebben wij dan twee weken terug met de bouwcommissie gezeten. Hè, die de plannen voorbereiden om te kijken van, joh, wat is nou het beste voor sportclub, nieuwbouw of verbouw. Dus daar zijn een tweetal plannen uitgekomen dat wij dus gaan kijken van, joh, naar een hybride variant. Een hybride variant, dat wil zeggen van, joh, dat we dus meer gaan kijken van, joh, het oude gebouw daar deels slopen en daar op die locatie nieuwe dingen gaan neerzetten. Daarbij dus, dan blijft dus een oud gedeelte blijft ook staan. We hebben in 2010 voor de laatste keer een stuk bij de kantine aangezet, nieuwe kleedkamers erbij, dan blijft dat behouden. Maar goed, we zijn ook wel heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren van, joh, als we dus wel nieuw gaan bouwen. Nou, en daar, het is natuurlijk een enorm project. De commissie die daarmee bezig is geweest op bouwgebied, op financieel gebied. Nou, die hebben ons meegenomen als bestuur. Dus nou, de volgende stap is aan ons om te kijken van, joh, hoe ga je daar nou mee om? Wat moet er nou gebeuren? Dus nou ja, goed, hè, we zijn uiteraard zijn we de hulp van de gemeente nodig. Dus de komende weken gaan we afspraken maken met de gemeente om te kijken van, joh, meenemen in de plannen van Sportclub. En ook zal het natuurlijk in het kader van de verkiezingen van deze week dat we de partijen mee gaan nemen om te kijken van, joh, Geerdermuiden is een grote club. En nou, dat we daar ook een beetje maatschappelijke steun kunnen verwachten uit die hoek. Precies, uiteindelijk wie beslist welke kant het op gaat? De leden die gaan dat beslissen. Hè. Wij als bestuur gaan dat zo goed mogelijk voorbereiden. En we zitten nu nog aan de tekentafel, om het maar zo te zeggen. Nou goed, en dan gaan we de leden een paar keer meenemen van, joh, wacht eens even. Dit is een bestuurplan. Maar goed, de leden besluiten. Als je in een bedrijf hebt, dan besluit een directeur. Maar in een club is dat gewoon veel anders. En daar laten wij de leden beslissen. Ja, en hoe neem je de leden tot nu toe mee in dit verhaal? Middels dit interview bijvoorbeeld. Maar zijn er nog meer kanalen die je gebruikt om je leden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van? Nou goed, we hebben nog steeds een e-mailadres openstaan. verbouwing@sc-genemuiden.nl. Maar goed, de leden, wij zullen een aantal avonden gaan organiseren waar dus de leden welkom zijn om ook hun bevindingen en aanbevelingen. Dat kan nu ook al door middel van het e-mailadres. Maar uiteraard gaan we ze meenemen in de totale plannen. Wanneer moet de klap erop gegeven worden? Wat hebben jullie als einddatum staan? Nou goed, ik denk dat we een beetje, we hebben de ledenvergadering in 1 oktober. Ik denk dat we daar naartoe moeten werken om daar dan een beslissing met z'n allen te nemen wat we gaan doen. Top, hartstikke goed. In de gaten houden dus leden van Sportclub Geerdermuiden de nieuwbouwplannen of verbouwplannen. Nou ja, jullie zijn ook persoonlijk aanspreekbaar op alle wensen die vanuit de club komen. Uiteraard, we hoeven niet te wachten op het moment dat we daar open voor staan. We zijn als bestuur daar altijd open voor. En nou ja, goed, heb je plannen, kom gewoon bij ons en spreek ons aan. Nou, bij deze de uitnodiging die duidelijk is. Gaan wij verder met Leo. Eventjes tot slot nog de wedstrijd Sportclub Geerdermuiden tegen Noorse Schut. Wat zijn jouw verwachtingen? Ik verwacht geen 7-0. Nee? Nee. Wat verwacht je wel? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat de trainer ook al zei. Het is even afwachten van wat de tegenstander doet en zo. En René, die gaat ook aan. Hij heeft ook het idee dat Noordse Schut wat meer gewend is aan hoofdklassevoetbal. Ja, dus gauw scoren. Dat is eigenlijk volgens mij wat moet gebeuren die vandaag. Ja, precies. Nou, top. Hey, tot zover de voorbeschouwing. Tot zover de interviews voorafgaand aan deze wedstrijd in de hoofdklasse B tussen Sportclub Geerdermuiden en Noorse Schut. We schakelen over naar de man die ook deze wedstrijd weer van een spetterend verslag zal gaan voorzien. Richard, kom er maar in. Ja, goedemiddag dames en heren. Hier vanaf Sportpark De Wetering. Zon overgoten, een strakke blauwe lucht hier vanaf Sportpark De Wetering, waarin Geerdermuiden het gaat opnemen tegen VV Noordse Schut. Geerdermuiden heeft wat recht te zetten als je kijkt naar vorige week toen er werd verloren uit bij Eendijk, de topper bij Eendijk en ook hoe zuur was het in de 91ste minuut. Noordse Schut verloor met 0-3 van RKAV Volendam. De andere concurrent van Sportclub Geerdermuiden.
Ja, eerder dit seizoen won Redemuiden uit bij Noordschut met 7-0. En ook in de beker werd er gevoetbald tegen Noordschut. Toen werd het 4-0. Dames en heren, dames en heren, goedemiddag en welkom allemaal bij de wedstrijd Sportclub Redemuiden tegen VV Noordschut. Het is vandaag zaterdag 19 maart en u bent op Sportpark De Wetering. We hebben een aantal wedstrijdsponsoren vandaag, dat is KCF Ondersteuning, Lusana.nl, Eelk Groep, Aslan en Partnersadvocaten, Bos Bloemen en Wonen, Denlan Stalen, de ING Bank, Simon Eekhoorn Schoffering, Nabobaan Autobedrijf, Hoepoos, Wippers Oude Holland, Schutelaar, Wijnen en Geschenken, Bert Lijstra, ERA Makelaar, De Ventura Groep en Sligro Zwolle. En natuurlijk onze hoofdsponsor Bremen. We gaan kijken naar de opstelling voor Noorderschut. Nog even Frans even het woord. Noorderschut is het. De nummer 1 staat Roy Boutin. Op nummer 3 staat Tom Kapping. De nummer 4 is Kapping van Daan. De nummer 5 is Damien Smant. De nummer 6 is Danny Bouwman. De nummer 2 Jesse Steenbergen. De nummer 8 Dennis Hoyer. De nummer 11 Aaron Boer. De nummer 7 Danny Kietelberg. De nummer 9 Mees Vos. En de nummer 10 Nick Koster. De reserve spelers zijn Alex Padding, de nummer 12 Laren Lannen, de nummer 13 Rick Veldman en de nummer 14 Reinhard Vos. We gaan kijken naar de opstelling voor Sportclub Genemeijen. Op dinsdag de nummer 1 Hielen Streutke, de nummer 11 Simon Eekhoorn. De nummer 2, Matthias Breeman. De nummer 13, Jensje Streutkes. De nummer 5, Arend van Redering. De nummer 25, Nick Buiten. De nummer 4, Thijs Dekker. Op nummer 19, Lars Niedema. Op nummer 8, Nadine Boetsemaar. Op nummer 14, Martijn Eekhoorn. Op nummer 7, Osama Ben Kadour. En de reserve spelers zijn de nummer 30, Yannick Tenalle. De nummer 6, Bart-Jan Brouwer. De nummer 15, Ryan van Jente. De nummer 16, Nathan Bos. De nummer 17, Igmar Lasse. En de nummer 18, Ramon Brands. Nou, was dit het Frans? De schuldigheid van vandaag zijn de heer H. Michielsen, de heer J. van Eeren en mevrouw A. M. Deraan. Ik zie de microfoon vallen, dus dat betekent dat we verder kunnen gaan. Ja, een paar wijzigingen in de opstelling bij Sportclub Genemuiden. We zien onder andere geen Ryan van Lente. En we zien ook geen Bart-Jan Brouwer in de opstelling. En we zien ook geen Rens van Bentum in de opstelling. En ook Kai Velda niet. Kai Velda natuurlijk al een poosje uitgeschakeld. 4 weken. Komt er weer aan. Gaat volgende week weer beginnen met veldtraining. Rens is vader geworden vannacht. Is er daarom ook niet bij. Het was aardig vroeg. En ja, Bart-Jan Brouwer en Ryan van Lente zijn gepasseerd voor dit duel, zitten op de bank. Dus dat betekent dus Matthias Breeman met Jens-Jan Streutker achterin. Simon Eekhoorn staat op de rechtsback, maar ik verwacht dat hij als rechtsbuiten gaat functioneren en dat Nick Buitink op de linksback gaat. Dat gok ik. En voor de rest zullen we het allemaal wel zien hoe het gaat volgen. De spelers staan op het veld. Noordschut staat onderaan in de competitie. Genemuiden natuurlijk vorige week verloren. Moesten even een stapje terug doen.
hebben natuurlijk een wedstrijd minder gespeeld. En dan gaan ze aanstaande dinsdag als het goed is inhalen. Dus Schiedemuiden staat momenteel vierde met 34 punten. Maar als je kijkt naar boven is het verschil heel klein. Eendijk met 36 punten staat op 1. Daarna Urk en Volendam met 35. Naar Geerdemuiden met 34. Waarbij Geerdemuiden en Urk ook een wedstrijd minder gespeeld hebben. Dus bij winst kun je gewoon, als je alles weer bij elkaar optelt, als je alles hebt gehad, en Geerdemuiden wint die wedstrijd tegen Buitenpost. En nou ja, Urk wint bij Zwift, of thuis tegen Zwift. Dat betekent dus dat Urk dan op 38 staat. En dan Geerdemuiden 37, even zonder deze wedstrijd dan meegerekend. Dus als je het zo bekijkt, kun je gewoon tweede staan achter Urk met 1 punt. Zo, dat was die statistiek. Dan hebben we nog de pupil van de week. Die zien we daar staan. Dat is Daniel Talen, 12 jaar. Speelt in JO 13-1. Zijn favoriete club is Ajax. Dat verrast mij niet. En hij denkt dat Sportclub Geerdemuiden kampioen gaat worden dit seizoen. En ik denk niet dat hij de enige is. En de favoriete speler is Arend van der Wetering. Maar dat zal Frans zo meteen ook nog wel vertellen. De tos is geweest. Het is... Dan zullen we gaan onze pupil Daniel Talen. Hij is snel weer, Daniel. Zijn rechterbeen, dames en heren. Zijn favoriete speler binnen Sportclub Geerdemuiden is Arend. En ik denk dat de eindstand hier vandaag 2-1 wordt voor Sportclub Geerdemuiden. Dat gaan we meemaken. Ik wens u allen een fantastische wedstrijd. Nou, dat hopen wij natuurlijk ook op een mooie wedstrijd. Hij krijgt een penalty, Daniel Talen. Die gaat er feilloos in. En voor de mensen die denken dat ik door een groen-witte bril heen kijk. Grapje, het is een zwarte zonnebril geworden, neutraal. Dus dan kunnen ze me daar niet op pakken vandaag. Zo, even in beeld, jongen. Dat dacht ik, hè? Dat betekent dus ook wat wijzigingen. Dat betekent dus ook Martijn Inkoorn in de basis, staat in de spits. En zoals ik al zei, zoals gaan ze ook spelen. Want ik zie Buitink op de linksback. Thijs Dekker als controleur. Daarvoor staat Inkoorn, Martijn Inkoorn met Nordin Boetsemaar. En voorin Miedema. Inkoorn. Inkoorn nu aan de bal. Gaat naar zijn broertje Martijn. Martijn nog een keer de herkansing. Het gaat terug naar Van der Wetering. Geerdemuiden kreeg wat tikkies te verwerken de afgelopen weken. Verloor van Urk, verloor van Eendijk. De toppers eigenlijk. Won tussendoor nog wel van Flevo Boys met 2-1 op de dinsdagavond. In de 89e minuut door Rens van Bentum. En als je kijkt naar de stand en alles, mag het vandaag geen probleem zijn. Streutke met de bal naar Inkoorn. Ja, je moet wel rekening houden dat Simon Inkoorn niet zo lang is als Lars Miedema. En zoals ik al dacht, Simon rechtsbuiten. Lars Miedema in de spits. En dan linksbuiten Osama Benkadour. De trainer van Noordse Schut had geen moeite met opstelling. Stuurt gewoon de eerste 11 namen erin. Martijn Inkoorn. Martijn Inkoorn nog een keer in duel met Smant. Bal nog niet weg daar voor Noordse Schut. Van der Wetering naar Inkoorn. Terug naar Dekker. Dekker in het niemandsland. Ja, twee boertjes Inkoorn dus in het elftal. Ik dacht dat ik bij de vrouwen alles wel had meegemaakt met heel veel dezelfde namen. Maar het kan dus toch ook nog hier bij de heren. Matthias Breeman. Tot nu toe alle wedstrijden gestart. Net als Arend van der Wetering. Streutke. Naar Miedema. Inkoorn wacht lang, maar krijgt ook de tijd.
Bouwman was daar later. En Noordse Schut zal proberen zo lang mogelijk de nul daar te houden en loeren op de kansen. Bal naar Benkadoer, buitenspel. Noordse Schut heeft ook nog een lastig programma voor de boeg komende weken. Onder andere Urk en Indijk krijgen ze ook nog te verduren. En ik zag Dato nog tussen het lijstje staan, dus het worden nog lastige weken. Vorig seizoen stonden ze ook al in de hoofdklasse B. Het jaar daarvoor in de hoofdklasse. Of de eerste klasse, excuus. E, als ik het goed heb. En ze konden wel merken dat het tempo in de hoofdklasse wat hoger ligt. De doelstelling van Noordse Schut zal ook zijn... blijven in de hoofdklasse B. Het doel voor Gede Muiden is natuurlijk kampioen worden. Promoveren. Streutker. Naar Van der Wetering. Van der Wetering naar Martijn Inkoorn. Eerste koekoek. Ja hoor. Panna. En Gede Muiden nog steeds in balbezit. Boet Samar. Naar Buitink. Boetsema naar Van der Wetering. Martijn Inkoorn. Oh, dat is te hard. Maar het veld is stroef. Zo te zien. Niet gespoord voor de wedstrijd. De bal op Miedema. Miedema, wat kan hij daar? 1-2. Ja, dat is dan net iets te veel. Maar nog steeds kan er onderschept worden. De bal naar Koster. Maar het is Gede Muiden die de boel daar wel op orde heeft. Als je kijkt hoeveel man daar van Gede Muiden is. Osama Benkadoer, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Maar dit zal wel misschien het beeld een beetje worden. Het zal Noordse Schut zijn die gaat proberen... zo lang mogelijk die nul daar te houden. Dan wil ik niet spreken over een parkeerde busactie. Er wordt even op de voet gestaan door Kiekenbelt bij Simon Inkoorn. Kiekenbelt die net ook al niet eens was met de scheidsrechter. Veel publiek hier op het Sportpark De Wetering. In ieder geval als ik naar rechts kijk, als ik naar links kijk is het wat minder. Als ik hier naar rechts kijk, aardig wat publiek en er komt nog steeds wat bij. Boetsema naar Miedema. Ja, dat kun je wel rekenen dat dat buitenspel is. Ja, en Kiekenbelt blijft. Is dat Kiekenbelt weer? Moet hij wel even draaien, dat zou wel fijn zijn. Ik dacht aan zijn houding te zien. Ja. Hij en de scheids zullen misschien wel geen vrienden worden. Noordse Schut, Koster. Naar Vos. Vos. In de 16 meter bij Gede Muiden. Ja, dat is toch al het eerste schotje. Hooyer met het rolletje. Ja, het schot eigenlijk, ja. Makkelijke prooi voor Hidde Streutke. Streutker, mooie bal naar Miedema. Inkoorn. Van der Wetering was daar voorin. Maar het gaat via Boetsema naar Benkadoer. Benkadoer zoekt de ruimte voor het schot. Het schot komt er. Maar in de handen van Boertien. En nee, dat is geen dialect. Zo heet hij echt.
Ja, ik kan er niks anders van maken, dat staat er. Stoetke. Bal kwam in de buurt van de schouder. Dat is dan de scheids wat hij doet. Eén corner met onderschepping. Maar ja, het veld is nog best wel droog. Dat is niet gesproeid. Misschien in de tweede helft wel even sproeien. Dat is ook wel fijn als je een sliding maakt dan. Eén corner. Ben Kadoer. Levert de bal uiteindelijk in bij Hooyer. En via Koster komt de bal bij Vos terecht. Vos kan de bal voorgeven. Nee. Ja, hij krijgt de bal. Probeer die voor te geven. Maar het is daar uiteindelijk Streutker. De bal nog een keer ingebracht. Boetsamar die daar probeert weg te werken. Komt daar Martijn Eenkoorn. Draait daar knap weg bij zijn tegenstander. Ja, dat is duidelijk wat René van der Wij wil. En dan moet je nog nagaan dat René van der Wij hem als rechtsback heeft neergezet. Een kritische René van der Wij. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar als trainer weet je wel wat je wil dan. Je spreekt dingen af. En dan moet je best kritisch zijn, wil je kampioen worden, ja. Dat is inderdaad een snoekduikje. Een snoekduikje van Koster, heel nadrukkelijk op zoek. En dat is Vos ook, Vos die kijkt naar de grensrechter, die doet de grensrechter. Mevrouw Daan. Uiteindelijk wel de ingooi. Voor Noordse Schut. Ja, zoals René van der Wij ook dat is werken willen in de top. Ik kan me een fragment herinneren, dat is volgens mij 2013, NEC Ajax. Stond Ajax 5-0 voor, werd 5-1 en Frank de Boer was aardig over de zeik. Ja, sta je 5-1 voor. Maar ja, dat is werken in de top. En werken willen in de top. Dan moet alles goed staan. Noordse Schut nog steeds aan de bal. Miedema die net Benkadoen niet kan bereiken. Benkadoen nou buitenspel. Oeh, Inkoorn levert daar in op Koster. Bal naar Vos. Ja, Vos heel nadrukkelijk. Ja, ze zijn heel nadrukkelijk op zoek. Ze zijn heel erg op zoek naar die vrije trap. En stel dat Noordse Schut op voorsprong komt, zullen ze... Nou ja, hier gaat Miedema. Miedema, eerst dit eens even afwachten. Miedema houdt de bal binnen. Miedema, één corner. Nee. Corner, geeft de scheidsrechter. Daar denken ze bij Noordse Schut anders over. De corner van Osama Benkadoer. Daar komt die bal dan voor. Kan die gekopt worden? Niet door Hedemuiden, wel door Noordse Schut. Inkoorn. Laat de bal gaan. Nee, maar tussen komen erop. Ze hoeft maar één keer te scoren natuurlijk, Noordse Schut. Ja, dan kun je helemaal gaan leunen achterover. Boetsemaar naar Benkadoer. Ja, ondanks dat het lekker weer is, waait het ook nog wel flink in Joost Sportpark de Wetering. En wij zitten dan net in zo'n hockey dat wij wind in ons gezicht hebben. Nu zit ik nog wel in de zon. Ja. Voor Benny is het anders. Nog in handschoenen aan?
Nee, geen muts op? Nee. Ook niet? Alleen die koptelefoon. Oh, toch wel verrassend. Wel jammer, hè? Ja. Ik moet zeggen, door zo'n zwart-witte bril kijkt het wel een stuk prettiger als ik naar de zon dan ook nog kijk. Dus. Dekker. Na Van de Wetering. Ja, je merkt dat de bal rolt stroefjes over het veld heen. Breeman na Van de Wetering. Uiteindelijk een doeltrap voor Noordse Schut. Drie man van Heerenveen die wel aan willen bieden voor een kopbal. Dekker naar Simon Eenkoorn. Ja, het gaat even een tandje sneller. Eenkoorn de man met de meeste wedstrijden voor Sportclub Heerenveen momenteel. Dan bedoel ik natuurlijk van alle seizoenen bij elkaar opgeteld. Dan kom je uiteindelijk uit op 186 wedstrijden. Dus nou de 187ste wedstrijd. Maar als ik zo kijk, Nick Buiting komt ook richting de 100. Hij zit nou in de 96ste wedstrijd voor Sportclub Geelmuiden die speelt. En dat is toch wel aardig wat, ondanks dat je weet dat je twee seizoenen corona eigenlijk heb gehad. Eigenlijk nou ja, dit seizoen ook nog wel weer. Martijn Eenkoorn, wat kan hij? Dekker. Het is goed ook dat Kai Velda binnenkort weer aansluit bij de groep. Weer wat creativiteit, het elftal erbij. Rens van Bentum erbij. Die natuurlijk vandaag iets anders aan zijn hoofd heeft. We willen hem natuurlijk namens Bremerwet ook feliciteren. Toch Benny? Namens het hele team. Ja, namens het hele team. Miedema. Miedema die Geelmuiden aan het eind van het seizoen gaat verlaten. Maar hopelijk kunnen we dit seizoen nog wel veel van hem bewonderen hier. Daar komt de ingooi. Dekker. Vos en Buiten bakkeleien daar een beetje met elkaar. Het is uiteindelijk Steenbergen die daar de bal oppikt. Die ook wel aardig wat ruimte had daar. Oh, goede actie daar van Boetsema. Ja, dan wil Miedema de bal doorspelen op Benke Doem. Ja, die staat buiten spel. En dan hebben we de 16e minuut ook al weer gehad. Dat is wel jammer, hè? Ja, dat is wel weer jammer. Het drukketje van Streutke. Het is Kiekebelt die aardig met de arbitrage aan het mopperen is. Ja, Kiekebelt moppert aardig met de arbitrage en daar zijn ze een beetje klaar mee. Zowel de grensrechter als de scheidsrechter. Boer met de vrije trap voor Noordse Schut. Het is Martijn Eenkoorn die een soort van muur is gevormd. Boer met de bal voor, daar kan de andere kant op gekopt worden. Boer krijgt de bal gunstig mee, maar neemt hem mee met de hand.
Ja, dat betekent dus een vrije trap voor Geedemuiden. Breeman met de lange bal naar Buitink. Buitink. Buitink, Buitink. Oh! Miedema. Maar Van der Wetering nog aan de bal. De aanval gaat nog even door. Uiteindelijk de sliding en de ingooi voor Geedemuiden. Eenkoorn naar Van der Wetering. Ja, dat is weer een miscommunicatie daar. Natuurlijk, de jonge jongens. Het is mooi. Hè? De kans krijgen ze ook om ze te bewijzen. En dat kan mooi in zo'n wedstrijd als deze. Je moet ergens natuurlijk beginnen. Daar de bal op Ben Kadour, maar die bal is net te scherp. Daar kan hij niet bij. Goeie bal, wel goed gezien door Boetsemar. Dan daar Noordse Schut. Vos. Vos met Buitink. Die zullen meer duels gaan uitvoeren. En uitvechten vanmiddag vooral. Een coachende Streutker. Zoeken naar de opening. Schuiven we ook weer een stukje verderop. Nu over de middenlijn. De lange bal op Ben Kadour. Oh, daar had de snelheid mooi meegenomen. Ben Kadour voor. En ik hoorde de kletsen van de keeperhandschoenen daar. Maar goed gedaan door Jens-Jens Streutker. Goeie bal op de... Ja, eigenlijk in tempo voerende Ben Kadour. Die nou ook de corner gaat nemen. Ben Kadour met de bal voor. Indraaiend. Kan er iemand koppen? Nee. Kan weggekopt worden. Van de Wetering. In de handen van Boertien. Oh, koude nek. Ik denk al, waarom doe ik capuchon op me? Ja, ik heb sjaal om. Ja, maar ja. Kan die PSV-sjaal wel meenemen? Nee, geen PSV-sjaal. We zitten bij sportclub. Daar gaat Vos. En Vos is eerder. En daar is Streutker. Streutker. En daar Kiekenbelt. Probeert het, maar het is uiteindelijk Boetsema die weg kan werken. Eenkoorn terug naar Van der Wetering. Even een schrikmomentje voor de goal bij Geedemuiden. Maar het loopt goed af. Gelukkig. De wedstrijd heeft een doelpunt nodig. Ben Kadour. Ben Kadour met Steenbergen. Ben Kadour. Oh, wat een mooi balletje. Buitink. Eenkoorn. Oh. Oh. Ja, vanzelf gaat speelt de speler hem gewoon terug. Op de verkeerde manier. Het loopt allemaal goed af. Goeie actie daar. Van de mannen van René van der Wij. Buitink, ja, neemt net de bal iets verkeerd aan. Stuit het van de voet over de zijlijn. Had de kant Noordse Schut. Koster. Excuus, Boer was dat. Uiteindelijk de overtreding gezien. Klein beetje irritaties op het veld. Tussen Hooyer en Streutker. Van der Wetering. Ben Kadour omzeilt daar de sliding. Ben Kadour met de actie. Ben Kadour haalt er een corner uit.
Is het vandaag dan de wedstrijd van Ben Kadou? Gaat het zijn wedstrijd worden? Hij mag in ieder geval de corner nemen. De corner, kom voor, kan gekopt worden. Eén corner en gaat net naast. Er komen meer kansen. De bal voor René van der Wij. Of zit er knabbel en babbel hiervoor? Denk er knabbel en babbel hiervoor zitten. Ja hoor, daar zitten ze met z'n tweeën. Corné en Leo. Nou, iets oneenigheid op het veld tussen Boutsamara en Koster. Klein woordenwisselingetje. En ook de scheidsrechter wordt erbij betrokken. De bal. Uiteindelijk door Steenbergen teruggekopt in de handen van de keeper Boertien. Je vindt geen naam, hè? Nee, ik heb elke keer het gevoel dat ik die naam uitspreek, dat ik dialect praat, maar dat doe ik helemaal niet. Ben Kadou met de actie. Ben Kadou, Miedema, jawel. Dekker, goed. Nou, ingooi, maak maar af. Oh, het is de keeper, daar, Miedema. Oh, die weet even niet waar de goal is. En die is daar ook wel ziek van. Hij was even de goal kwijt, Miedema. En baalt daar opzichtig van. Snapt het niet. Ongeloof op het gezicht. Hoe kan dat nou? Het kan dus toch. Breeman in tweede instanties. Naar voren. Daar gaat Smant. Smant met één koorn. Uiteindelijk buitenspel voor Boer. Dus we hebben een Boer en een Boertje. Ja. En we hebben twee streutjes bij Gedemuiden. En twee inkoorns bij Gedemuiden nou. Ja, moet je allemaal maar bijhouden. En een Breeman. Ja. Ja. Matthias, nu aan de bal. Smant die de bal weg kan werken daar. Maar scheidsrechter vindt dit niks. Ik vond het nog wel aardig. Ben Kadou, Ben Kadou. Oh, zei net. Het verbaasde mij dat de scheidsrechter liet doorspelen. Want ik dacht, daar fluit hij wel voor die overtreding. Nou ja, overtreding. Ja, het was een duwtje in de rug. Een duw in de rug. Maar de scheidsrechter vond het niks. En wie anders dan Kiekebelt gaat er even mee bemoeien. Daar komt de uittrap, deze keer is hij beter. Dekker die de bal kwijt is. In tweede instantie dan staat het voorin beginnen maar even stil. En Van der Wij wil Osama Ben Kadour linksbuiten hebben. Spelen in zijn kracht. Terwijl Streutke daar ook even zijn deel heeft. Zet Koster op verkeerde been. Ben Kadour. Staat niet op zijn plek, denk ik. Het is één koor. Martijn één koor. Na Lars Miedema. Miedema. 1-2. Even terug. Er hangt een doelpunt in de lucht. Hij hangt ergens daar in de buurt. En hij valt er zo meteen in. Zal wel zijn als het zou gebeuren. Breeman.
naar Dekker. Dekker naar midden. Maar dan zie je het positiespel iets sneller gaan. Daar gebeurt ook wat met Inkoorn. Maar het spel gaat door. Martijn Inkoorn. Koekoek daar van de Wetering. Bal geblokt en een ingooi voor Geerdermuiden. Ja, Brouwer zit op de bank, dus die kan zijn verre inworpen niet nemen. En Van der Wetering wel. Op het bovenbeen bij Martijn Inkoorn. Miedema. Miedema. Een bal met effect over doel. Ja, de doeltrap van Boertien. Dekker die er overheen vliegt. Bij Boer. De vrije trap voor Noordse Schut. Van Dalen wordt ook uiteindelijk naar voren gestuurd. Dan blijft Hooyer over en die mag hem gaan nemen. Hooyer. Met de bal, maar Stoetke kan hem laten gaan. Koster liep er nog achterlangs, maar ook die kon er niet bij. Zo Flip Visser zijn jas ook al heeft uitgetrokken. Ja, ik zeg al, als je gewoon in de luwt in de zon staat, is het heerlijk. Maar als je in de schaduw zit, in de wind, dan is het, kun je wel een jasje of een vestje aan hebben. Streutke. Inkoorn. Breeman. Naar Dekker. Een bal tegen de paal. De lichtmasterpaal. De vrije trap voor Geerdermuiden. Druk coachende René van der Wij. Wil ze poppetjes op de juiste plek hebben. De vrije trap die Boetsen maar gaat nemen. Bij Noordse Schut komt er een tweemansmuur. Ja, waar laat je je handen dan? Je ziet eentje twijfelen. De vrije trap van Boetsemar, daar komt hij dan. Boetsemar en oeh. Bal in de handen van Boertien. Ja, hij hoeft hem maar een voet tegenaan te zetten, dan is het goed. Maar dat gebeurde niet. Dat is nou druk overleg hier. Normaal wordt altijd geadviseerd aan grensrechters om er niet mee te bemoeien, hè, om gewoon rustig te blijven. Maar
Deze grensrechter denkt er anders over. Dan moet ik oppassen, want straks gaat hij ook tegen mij schreeuwen. Kan Kosten daar koppen? Nee. Bal kan weggekopt worden. Van de Wetering. Moet snel handelen en dat doet hij goed. Martijn Eenkoorn. Nou, brengt. Ja, was hij goed gevallen, was het goed geweest. Boetsen maar. Miedema. Bal te kort op Ben Kadour. Boetsen maar. Ho, lekkere actie. En dan wordt Ben Kadour net te laat in werking gezet. Of hij zet zichzelf te laat in werking. Breeman over zich ziet dat Dekker daar vrij staat. Je zag net even de tempoversnelling in Riedemuiden een paar minuten geleden. En als je dat ziet, dan zie je dat je dan Noordse Schut best wel gewoon gigantisch onder druk kunt zetten. En dat ze daar best moeite mee hebben. Ben Kadour. Met de bal. Ja, je kunt het proberen. Er hoeft maar weer een voetje tegenaan, zou ik al zeggen. Dan kan hij erin of over. Noordse Schut neemt de tijd. Je kunt gerust een slokje koffie tussendoor nemen. Koffie halen wordt moeilijker. Streutke. De bal naar voren geschoten in de hoop dat hij goed zal vallen. Voor Noordse Schut. Breeman. Na Van de Wetering. Kan hij Van de Wetering redden? Herhalen. Ja, dat kan hij. Oh, actie van de Wetering. En dan ja, net het vervolg. Je merkt ook bij de Streutke. Het moment van balen. Hè? Hij hoeft maar net goed te vallen natuurlijk. Dan hoor ik mensen wat denken. Ja, Richard, dat is normaal ook zo. Ja, dat weet ik. En ja, de keeper van Noordse Schut neemt serieus ook de tijd. En dat ziet de scheidsrechter ook. Het was net de grensrechter die al zei van tempo. En het is nou ook de scheidsrechter die zegt tempo. Daar is dan die doeltrap. Ben Kadour. Miedema, Ben Kadour. Wordt er uit balans gebracht, maar het is schouder. Dekker. Krijgt daar een tikkie mee van de aanvoerder van Noordse Schut. Hooyer. En Dekker is daar niet van gediend. En Hooyer kan zich melden bij de scheidsrechter. Maar doet dat niet. Even op gesprek bij de scheidsrechter. Ik heb het idee dat de arbitrage en Noordse Schut op het veld nog wel aardig met elkaar in de clinch liggen. Daar, Boetsen maar naar Buitink. Ah! Net niet. Ben Kadour kan meegeven aan Boetsema. En de ene gooi voor Geerdemuiden. Streutke die nog voorin is gebleven. Van de Wetering die achterin blijft met Dekker en Breeman. Ja, ik zeg qua lengte heb je iets ingeleverd achterin, want het is Van Lente die natuurlijk op de bank zit. Buitink. Dan krijgt Zoetker geen ja, ik krijg nog een duwtje, maar het valt allemaal wel mee. Van de Wetering. Met Koster. Koster met de voet tegen de bal. Daar zitten toch weer 10 minuten voor rust. Nou, Ben Kadour. Ah. Nee, kan Simon Inko net niet bereiken. De halve salto van Dekker. Buitink. Wil meegeven. Maar de bal valt er precies tussenin. Breeman, goed voor zijn man gekomen. Dekker, ja.
De bal in het niemands land. Het is Kiekenbelt die weer met de scheidsrechter aan het praten is. Daar gaat Smant. Proberen ze een vervolg te geven. Die van Aaron Boer probeert dat. Stoetker, buitenkantje rechts. Meereven aan Martijn Eekhoorn. En Miedema zweet de ploeg even op. Het moet een tandje omhoog. Wat ik net al zeg, gooi je tempo iets hoger. Wat je eerder deze wedstrijd even hebt laten zien. Dan kun je Noordse Schut gigantisch onder druk zetten. En dan zie je ook dat Noordse Schut uiteindelijk daaronder bezwijkt. En Noordse Schut, ja, doet het heel logisch. Ja, op de kantjes die er zijn, op de counters. En dan moet je ook weer vooruit kijken natuurlijk. Maar het tempo moet sowieso omhoog in de ploeg. Moet ze maar, goed. Ja, blaas maar eens met René. Oh, loopt ook een hooligan langs het veld daar. Leo. Kan niet meegeven, nee. Eekhoorn te laat. Ja, als ik naar beneden kijk, zitten ze er weer. Corné en Leo straks weer voor de analyse in de rust. Neem ik aan, toch? Gaan we vanuit. Ze vonden het best moeilijk om een kwartier vol te praten, maar ik merk dat ze er geen moeite mee hebben. En in de bestuurskamer zitten, kunnen ze ook heel veel praten. Daar komt de vrije trap van Noordse Schut. Streutker. Boetsemaar en Boetsemaar zet daar ook Breeman even aan het werk, maar daar stond Kost ook nog. Maar Breeman laat ook zien waarom hij ook elke wedstrijd in de basis is gestart, waarom hij ook verdiend een basisplaats heeft. Boetsemaar. De vrije trap voor een Noordse Schut. De Haan wat luchtmachten die kant op. Als ik zie in ieder geval, ik zie daar Van Dalen. Ja, er gaan wel wat mannen die kant op. Niet iedereen. Maar ja, dit zijn de kansen waar je van moet nemen. Moet je niet de overtreding maken, want dan heb je een vrije trap tegen. Zoals Bouwman doet. Twee ballen in het veld. Ook weer opgelost. En we gaan richting de rust. Voor sommigen is het al rust, dus die lopen naar de kantine toe. Breeman naar Benkadour. Benkadour. Nou, kom op jongen, maak die actie. Ah, net niet. Buiting voor zijn man. Geeft de bal voor. Dat is Miedema. Geen controle. Net niet. Breeman. Naar Buitink. De Muiden komt achterin, niet in gevaar. Eén keer heeft de Streutker echt moeten optreden.
En voor de rest een paar rolletjes. En voor de rest meer was het ook niet. Een paar schotjes. Echte schoten kun je het niet noemen. En Noordse Schut neemt echt de tijd. Het neemt heel erg de tijd. Ja, je kunt hem ook verlengen. Koster, ja. Dekker denkt, ik verleng hem even door. Miedema. Krijgt de bal op de hand daar. Dacht ik te zien. Uiteindelijk toch de vrije trap voor Noordse Schut. En nou krijgt Jens geel voor. Ik denk dat het is om de bal weg te trappen. En volgens mij is de regel nog steeds 4 gele kaarten en dan geschorst als het goed is. Daar moet ik mij nog even weer verder in verdiepen. Maar het betekent in ieder geval wel de 4e gele kaart voor Jens. Terwijl Van der Weij het niet eens is met die kaart. De vrije trap, ja, daar bij Koster. Maar het is in eerste instantie buitenspel en in tweede instantie had Hidde Streuken natuurlijk ook de bal. Nou, daar gaan Gede Muiden nog even een keer voor rust. Gewoon nog één keer dat tempo omhoog. Moe kun je niet zijn. Inkom met de bal naar Van der Wetering. Gaan Van der Wetering hem binnen houden? Ja. Wordt uiteindelijk van de bal gezet, maar de ingooi is wel van Gede Muiden. Hoeveel tijd trekt de arbiter bij? Dat is de vraag. Breeman naar buiten. Het opjagen weer van Noordse Schut. Dus dan moet de lange bal wel gespeeld worden op Inkom. De ingooi voor Gede Muiden. En daar de overtreding. En er komt ook een kaart aan uiteindelijk. Ja, die is voor Hooyer. De overtreding zo te zien op Miedema. Hij staat gelukkig weer. Het is Ben Kadoer die achter de bal staat. Oh, en ook Van der Wetering gaat zich voorheen melden. Het waait behoorlijk hier. 45. Het is de 45 minuut en de heren zitten hier nog gewoon beneden. Hebben ze niet door dat ze zo meteen ook die kant op moeten voor de analyse? Kun je het oortje niet even gebruiken? De vrije trap voor Sportclub Gede Muiden. Ben Kadoer over alles en iedereen heen. En oh! De kopkans daar voor Jens-Jörn Streutker. De bal gaat naast en het is rust 0-0. Het is rust. Rust bij de wedstrijd Sportclub Gede Muiden tegen Noordse Schut. Tussenstand binnen 0-0. Tot zometeen. Nou, de heren gaan dus niet voor de analyse. Dus nou ja, het is 0-0 bij rust. En meer kunnen we er even niet van maken. Ik had verwacht dat de heren het over zouden nemen. Maar als ik ze zo zie lopen, dan gaan ze naar de koffie toe.
Nou ja, ik dacht dat we een analyse hadden in de rust, maar dat werd een koffiepauze uiteindelijk. Ik moet zeggen, we moesten nog aardig doorlopen om weer terug te komen hier. Ik heb zelfs gewoon een beetje koud hierboven. Ja, heb je die heat er niet mee? Nee, de kachel is vandaag niet mee. Ik zou bijna zeggen, ik ga achter het hokje zitten, dan zie ik niks meer van de wedstrijd. We gaan weer beginnen, tweede helft. Genewaarden, Noordse Schut 0-0. We kregen bericht van de andere velden, een gunstig bericht zelfs voor Genemuiden, dat Urk 3-0 achter staat tegen AZSV. En dat betekent dus win je vandaag en win je ook volgende week dinsdag en Urk wint ook volgende week dinsdag, ben je weer koploper. Hoe dat allemaal in de stand uit zou werken zullen we vanzelf wel zien, maar het kan dus. Dat... Hallo. Nou, dat deed hij toch aardig knap. Dat had ik niet verwacht, maar... Ik was net nog in de businessclub en ja, er waren ook wel van, ja, je had toch al moeten scoren, je had al voor moeten staan. Er staat wel aardig wat op het spel vanmiddag. Wenkeloer zet Miedema aan het werk. Daar komt keeper Boertina aan. Het is ook buiten het spel terwijl de bal voor ons langs gaat. Ik heb het idee dat de wind iets minder nou is nu hier. Oh, ik zeg het en het begint weer te waaien. Ik dacht het net ook. Ja, hè? Buitink. Zet een knopje van de wind even weer uit dan. Wat is er aan de hand? Een knopje van die wind zetten even uit. Oh ja. Moet ze maar even een tikje tegen de neus aan. Gaat dat goed? Hij moet even zitten. Even zitten. Ik krijg dat per ongeluk denk ik een tikje tegen de neus aan, zo te zien. Ik wil niks met zijn tegenstander te maken hebben. Scheidsrechtersbal. Nou, een beetje oneenigheid hier vooraan. Er komt een gele kaart aan voor... Boetsen maar, ja. Ja. Ik merk dat... Ik voorspel dat trainer gaat ook op de tribune. Ik heb zo'n vermoeden dat René van der Weij ook nog eens een kaartje gaat... Nou, de tribune denk ik niet, maar kaartje wist je nog wel meepakken. Ik heb het idee dat het arbitrale trio niet helemaal in de gaten allemaal heeft hoe het zit. Miedema, ja. Kom op, Lars. Daar, Simon Eenkoorn. Buitink. Ja, daar komt Martijn Eenkoorn nog aan. Klas achter de paal, achter de, het hoekvlagje heeft gedaan. Ja, ja, ja. Dat is wel inzet. Nou, dat...
Nou, ik zeg in de rust zei ik ook al, ik zeg, als je als Geerdermuiden zijnde iets meer druk gaat zetten, dan kan dat. Maar ja, je speelt wel tegen een tegenstander die ja, het voetbal er wel uithaalt, met alle respect natuurlijk, maar het haalt het voetbal er wel uit. Het tempo vooral. Het tempo dat Geerdermuiden wil maken, wat er eigenlijk uitgaat door de tegenstander, waardoor je zelf ook niet echt lekker aan voetballen komt. Breeman met de bal naar voren. Glijdt daar zijn man in, Koorn ongelukkig uit. Koster staat zeker geen buitenspel. Boer wel. En bij Geerdermuiden gaat Nathan Bos warm lopen. Het zou wel eens een middag kunnen zijn voor Nathan Bos. Boet Zomer. Naar... Oh ja, er zit een kippen mis in tweede instantie. Wordt de bal beoordeeld als dat hij klem was, zo te zien. Nou ja, laten we zo zeggen dat daar Boertien er niet heel erg sterk uitzag, in ieder geval. De bal in eerste instantie onder hem door. En hij zit er nou ook bij. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar... last van de vingers, zo te zien. Sponsor nog even in beeld. Dan brengen wij dus inderdaad even onze sponsor even in beeld. Nee, de sponsor. Oh, sponsor. Sponsor van de... Eurom. Juist. Dat kan mooi. Terwijl de keeper daar nog even zit. Je zit daar aan vast. Je nou, zat... Dit ik niet meer nodig, hè? Je zat vast aan je statief. Jongens, die zijn al... Volgens mij zijn die jongens al thuis of zo. Ja, ik heb ook het idee. Knabbel en babbel. Nou, ik wist wel, als ik analytici was, dan ging ik lekker in het zonnetje zitten naar de wedstrijd kijken. Keeper inmiddels weer in de benen. Heeft de vrije trap. We brengen alle sponsoren nog even in beeld. Oh, alle sponsoren even in beeld. En we hebben nog een paasbingo. Sorry? Een paasbingo. Paasbingo? Ja, kijk. Oh ja. Ah, dat kan ook natuurlijk. Je koffiekopje is gevallen. De Boertien weer opgelapt. Bal weer in de ploeg. En ook weer bij Geerdermuiden in de ploeg. Martijn Eenkoorn. Nee, voor Geerdermuiden, Miedema. Miedema met twee man, krijgt de vrije trap uiteindelijk mee. Dan is het uiteindelijk Camping die de bal niet terug wil geven, in eerste instantie. Waarom als wij altijd zitten bij zo'n wedstrijd, gebeurt er altijd zoveel, zou je je wel eens afvragen. Dan hebben we nog niet eens over het voetballende gedeelte. Eenkoorn, goed doorzetten. Ja, het ijs hoeft maar te breken en dan heb je dat doelpunt, hè. Dat is het meer. Dan is het goed. Dan kun je gaan. Maar Noordse Schut, het parkeert de bus tot nu toe aardig goed. In de zin, ze geven niet veel wil nog weg. En ze kunnen er nou zelfs uitkomen, daar, met Boer. En uiteindelijk Breeman. Je Breeman over de achterlijn, dus er komt de corner aan, de eerste corner voor Noordse Schut. Ik heb gehoord dat het G-team gaat optreden. Pardon? Het G-team. G-team. Oké. Okay. De laatste wedstrijd tijdens Sportclub Urk. Dus zou mooi zijn. 4 juni, 5 juni? 4 juni is dat, de laatste wedstrijd tegen Urk. En ik heb het All-Star-team dus. Klaas al gesproken. Oh. Daar komt de corner aan, die gaat over alles en iedereen heen van de Wetering. Oké, dus Klaas is wel weer fit dan rond die tijd. Ik heb gezegd, Klaas, je moet wel gaan trainen. Maar hij zegt, joh, met pijn in mijn hart wordt het zijn laatste wedstrijd. Oh, pijn in zijn hart zijn laatste wedstrijd. Hij wordt waarschijnlijk trainer.
Trainer, zo. Ambities. Mooi, Klaas. Nou, zo lever je de bal uiteindelijk weer in. En uiteindelijk komt daar de tweede corner aan voor Noordse Schut. Nou, één ding moet je sowieso niet doen en dat is op achterstand komen tegen zo'n ploeg. Met alle respect, je weet gewoon als je tegen een ploeg speelt in degradatie. Die gaan dan de bus helemaal parkeren. We hebben het gezien natuurlijk afgelopen dinsdag. Daar komt die corner aan over alles en iedereen heen. Het is Treutke die eruit balans werd gebracht. En ook buitenspel is er gevlacht. Of is hij achter geweest? Hij is achter geweest. De bal is achter geweest. Oké. Okay. Ja, je levert uiteindelijk de bal ook weer zo snel in. En dan is het eigenlijk, kun je dan niet spreken meer over voetbal eigenlijk, als je ernaar kijkt. Het is eigenlijk een beetje slordig aan het worden bij Geerdemuiden. Buitink. Boetsema. Ja, Nordin moet zich natuurlijk inhouden. Heeft al geel. Een gele kaart wel met vraagtekens. En de scheidsrechter begint de tijdrek het nou echt wel zat te worden. Oh, ik ga weer even in het zonnetje. De boer met de vrije trap. Gaat over alles en iedereen heen. Het is van de Wetering die eruit glijdt. Het komt. En oh, wat een goede redding daar. Hele goede redding van Streutke. Houdt de ploeg daar op de been. Poeh. Nou, waar kwam Noordse Schut? De eerste echt grote kans voor Noordse Schut. Een hele knappe redding daar van Hidde Streutke. Dat doet hij goed. Miedema, onder de bal door. Eenkoorn komt er niet aan. Vos. Het is Breeman die de bal wegwerkt. En uiteindelijk de bal in de handen bij Hidde Streutke. Gooit de tempo bij. Bal meegegeven aan Van der Wetering. Hoe ver kan Van der Wetering komen? Daar gaat Simon heen komen. Ja, die zal te laat zijn. Daar is het Van Dalen die de bal wegrost. Nathan gaat komen. Nathan Bos gaat komen. En voor wie gaat hij komen? De vrije trap voor Geerdemuiden. Daar zal Boetsema zich voor gaan melden. Flip Visser heeft het best wel warm gekregen daar in de hoekje. Als je kijkt naar de overkant, die staat dan bij ons reclamebord dan. Die staat dan met de korte mouwtjes. Dan. Ja, ik heb mijn beeld. Ja, ik wou net zeggen. Wij zitten hier gewoon met de jas aan. Dikke jas. Ja, jij met de dikke jas. Ik heb de zomerjas van Bremen.net aan. Ja. De vrije trap voor Geerdemuiden. Kan het ijs nu gebroken worden? Laten we hopen. We gaan naar de 60e minuut namelijk ook. Boetsema met de vrije trap. Vindt de muur er te dicht op staan. Kleine beetje ongeregeldheden in het strafschoppengebied. Boetsema. Legt hij hem op Dekker? Nee, hij geeft hem voor. Daar komt die bal. En daar Miedema. Eenkoorn. Nee. Blok, blok. Daar Van de Wetering. Ja, die bal die blijft hangen daar. Ook door de stoevigheid van het veld uiteindelijk. Dat kun je gewoon zien. Breeman die wegwerkt. Ja, je kunt hem ook nog de deksel op je neus gaan krijgen. Eenkoorn. Nou, Miedema. Miedema. Dit is wel dus eigenlijk zijn sterkte als hij 1-op-1 daar kan komen. Maar lukt hem niet. Eenkoorn. Wordt dat gezien als overtreding? Ja. Beetje. Een beetje onvriendelijkheden daar. En dan moet de scheidsrechter alsnog ertussen komen.
En wat gaat de scheidsrechter doen? Ja, die aanvoerder van Noordse Schut heeft Achiel. Martijn! Ik denk dat Martijn Inkoorn er zo uit gaat, denk ik. Martijn! Ja. Martijn! Martijn Inkoorn, die hoort hem niet. Ja, het is Martijn Inkoorn die eruit gaat. Het is Nathan Bos die gaat komen. Nathan Bos in de ploeg. Weet hoe het is om te scoren hier op Sportpark de Wetering. Dat betekent dus dat Simon, denk ik, gaat hij dan in de spits? Ja, denk het wel. Moet ze maar. Bos als rechtsbuiten dan. Ja. Er heeft een wisselplaats gevonden aan de kant van Sportclub Germaarden. Nummer 14, Martijn Eekhoorn is eruit en hij is gewisseld voor de nummer 16, Nathan Bos. Nee, dit ligt niet aan uw televisie, maar of aan uw beeldscherm. Dat was even warm springen. Breeman. Niedema. Maar uiteindelijk Dekker. Dekker naar Simon Inkoorn. Probeert Boetsum of Samenbeek het doel te bereiken. Maar uiteindelijk 4-4 bij Buitink. Buitink, Buitink. Loopt zich daar vast. Daar gaat Vos. Vos naar Koster. Maar het is Van de Wetering die terugkomt op zijn doelman Streutke. Hoe gaat Gedemuiden nou spelen? Ja, ook Miedema speelt wel voorin, dus dat zal vier aanvallers worden. Osama Benkendoer, Benkendoer. Waar kan hij daar? Miedema, Miedema voor de ruimte voor het schot. Krijgt daar een duwtje. Hey! En daar komt een penalty. Nee, vrije trap. Het is op het randje. Het is op het randje. Geel voor Bouwman. Het is op het randje. Strafschop of vrije trap. Het is op het randje, maar er komt een vrije trap in ieder geval aan. En Miedema legt hem neer. Ik wist niet dat hij dat kon, Miedema, de vrije trappen nemen. Maar normaal staat Benkadou altijd voor de corners aan die kant. Maar het is Miedema zelf achter de bal. Hij heeft de bal opgeëist, hij heeft hem ook neergelegd. Laat je Miedema. Ik denk in de rechterbovenhoek. Oh nee, linkerbovenhoek. Miedema, Miedema. Oh, het was in de muur. Ja, je hebt gelijk, Benny. Streutke brengt de bal in. Bos verlengt. Miedema kan hem niet verder verlengen. Bal weer ingeleverd. Streutke naar Dekker. Boetsema terug naar Breeman. Streutke ook weer terug achterin. Daar, Benkendoer. Benkendoer. Geeft een klein drukketje aan Steenbergen. Krijgt daardoor ook de vrije trap. Er wordt heel veel tijd getrokken, ja. De bal nog steeds. Uit. Ik had het gevoel dat hij al uitging. Wie neemt de ingooien? Nou, dat is ook uiteindelijk besloten. Buiten voor zijn man gekomen. Tweede instantie bal weggewerkt. Miedema is hij eerder bij de bal? Nee. Hoor je eerder, maar Brema kan wegkomen. Via Dekker naar Inkoorn. Nou, het is 4-3. Daar gaat Bos. Bos aan de andere kant. Ah ja, daar had Gedemuiden toch echt wel de ruimte daar. Het was 4-3. Ingmar Lassis ook gaan warm lopen inmiddels voor Gedemuiden. En ook Bart-Jan Brouwer gaat warm lopen.
Bos, Bos met snelheid, ja. Oei. De keeper net op de lijn. En de lijn is in. Van de Wetering. Naar Bos. Bos. Ja, het is een goede bal. Bijna een misverstand daar achterin. En daar kan Benkadoer tussen komen. Nee, maar de organisatie wordt daar wel erg verstoord bij Noordse Schut. En dit is het punt waar je zegt van het stukje druk zetten. Hè? Zet iets meer druk en dan kun je ze. Dan weten ze even niet wat ze met die druk moeten eigenlijk. Terwijl hier weer van alles waait hier. Het neemt de tijd weer. Streutker naar Benkadoer. Dat kan niet. Benkadoer met actie. Daar gaat hij inderdaad. Dan wordt daar vakkundig goed van de bal gezet daar door Steenbergen. En het is nou ook 4 tegen 3. Streutker. Prima balbehandeling. Boetsema probeert Benkadoer te bereiken. Ja, die liep naar de andere kant iets op. Ja, er moeten wel een paar tandjes bij. Je kunt zulke goede zaken doen uiteindelijk. En ook Ryan van Linden gaat warm lopen. Dat weet ik ook nog niet. Ik denk dat een assistent is van de ploeg. Inmiddels is Volendam wel op een 1-0 gekomen. Daar gaat Eenkoorn. Wat kan Eenkoorn? Wat kan Eenkoorn? Nou, dat gaat allemaal maar net. Nou, een nood goed daar achterin. In Dijk staat 1-0 achter tegen de Dijk. Alleen Volendam staat voor van de top 4. Gedemuiden op 0-0. In Dijk en Urk achter. Je kunt hele goede zaken doen vandaag als je wint. Je kunt hele goede zaken doen. Eenkoorn. Draait weg bij zijn tegenstander. Uiteindelijk de ingooi weer voor Gedemuiden. Benkadoer staat daar al klaar. 16. Breeman. Naar Dekker. Dekker die het niet onverdienstelijk doet in het elftal van René van der Wij. Streutker naar Bos. Kan Bos hem binnenhouden? Nee, dat redt hij net niet. Er moet wat gaan gebeuren in het elftal van René van der Weijden. Er moet wat gaan gebeuren. We gaan naar de 70ste minuut toe. Ja, Noordse Schut gaat ook inmiddels wel denken van misschien valt hier wel een puntje te halen. Bos via Boetsema naar Miedema. Maar Miedema heeft de bal nu onder controle. Krijgt hij daar een tikje? Ja. Of legt de scheidsrechter het spel stil? Wat doet hij? In eerste instantie floot hij niet. In tweede instantie floot hij wel. Koud, hè? Ja, we staan wel altijd in de schaduw hier, Benny. Dat, Maar goed, als je een keer een beste wind hebt, dan zit je in de luwte. Oh, ik heb mijn vader ook gevonden. Daar staat hij. Ik denk, waar staat hij? Ik heb hem gevonden. Blessurebehandeling op het veld. We gaan richting de 70ste minuut. Dat betekent dat er minimaal nog 20 minuten te spelen zijn. En in die 20 minuten kan er heel wat gebeuren. Ik zie wel dat sommige spelers last hebben van het droge veld. Die hebben al een paar van die schuurplekken op de benen. Ai. Ja, dat is kunstgras. Ik
Het is dus gewoon de bal voor Noord Schut. Van Dalen achter de bal. Miedema die er even uitgaat. Miedema die er weer in gaat. Miedema kan door. Dat geldt minder voor Kiekenbelt die er wel wat lastiger heeft. Noordse Schut daar. Wat kunnen ze? Hooyer kopt, maar kop naast. Nou, Geerdemuiden weer. Kiekenbelt heeft het niet makkelijk op het veld. Breeman. Breeman. Ja, zal Jens dan uiteindelijk weer als stormram weer naar voren gestuurd worden straks? Ja, ook dit soort wedstrijden speel je wel eens. Bos. Het is Vos die uiteindelijk tweede bal ligt in het veld. Ballenjongen haalt het snel, haalt snel de bal uit het veld. Nou ja, snel. Doet er neemt wel zijn tijd voor. Er zit helemaal geen gang meer in Noordse Schut. En neemt echt de tijd. Dat is uit. Bos, waar kan Bos? Bos krijgt de ingooi. Camping als laatst. Steenbergen neemt de bal even mee, een slimme manier. Het is Geerdemuiden die haast krijgt. Een haastige spoed is zelden goed, dus ja, dan zullen we zien hoe dat gaat verlopen. Buitink naar Eenkoorn. Eenkoorn nog steeds aan de bal. Eenkoorn nog steeds. Buitink mee. Bal weggewerkt. Ja, je ziet Noordse Schut gaat echt op dat puntje loeren. Vijf man achterin inmiddels. Alleen Koster en Hooyer nog voorin voor Noordse Schut. Nou ja, voorin. Wat is voorin? Buitink. Dekker. Ja. Bal ingooi voor Geerdemuiden. Wat bedenkt trainer René van der Weijen nog? Wat gaat hij nog doen? Miedema. Bos. Bos krijgt de vrije trap mee. De vrije trap. Gaat helemaal terug naar Streutke. Die keuze snapte ik niet helemaal van Noordien Boetsema. Maar goed. Bal bij Miedema. Miedema. Nou, Miedema. Ah. De muur van Noordse Schut houdt nog steeds stand. Ben Kadour naar volgens mij Dekker. Dekker helemaal daarvoor in. Van de Wetering. Van de Wetering. Naar Boetsema. Die zal de bal in gaan brengen. Ja, yeah, daar komt de bal bij Miedema. Miedema! Van de Wetering. Van de Wetering. Krijgt hij hem voor. Ja, wordt weggewerkt door Camping. Je hoeft maar één momentje te hebben. Van de Wetering. Streutker en Breeman nog achterin. De rest staat aardig voorin. Vier man voorin, vijf mannen voorin. Dekker ook naar voren toe.
moet ze Marzal dan daarachter blijven spelen voor de balletjes in te brengen. Daar uiteindelijk Eenkorn. Eenkorn kan over. Krijgt daar een schop. Ja. Krijgt daar de tik. Je hoorde het tegen de kiksen aangaan. Ik denk dat nou Benkendoer de vrije trap gaat nemen. Komt ook nog geel. Nee, ik dacht even dat de scheidsrechter naar zijn broekzak greep. Maar dat was niet het geval. Benkendoer, hij heeft de bal al klaargelegd. Hij staat er al klaar voor. Het was Kamping met de overtreding. De bal op het randje daarvan de 16 meter. Benkendoer. Moet ik dan toch nog een keer enthousiast worden vandaag? Nou, van voetbal. Jij kijkt van de voetbal wil je het niet doen. Het kan. Het kan. Het kan nu gebeuren. De vrije trap van Osama Benkendoer. Doe het maar jongen. Dan zijn we van die brilstand af. Benkendoer. Benkendoer in de muur. Waar is die bal? Kan die bal weggevallen worden? Komt in het gezicht van volgens mij. Ja, komt in het gezicht van Benkendoer. Gevaar weer geweken voor Noordse Schut. Buiting. Kop door aan Bos die met het hoofd meeneemt. Bos. Krijgt hij daar? Er komt een gele kaart. Voor wie is die dan? Het is de vrije trap voor Edemuiden. En denk de gele kaart voor Kamping, denk ik. Nee, de gele kaart is voor Steenbergen. De muur die wel aardig dicht op de bal staat. Het is Boetsema die ervoor gaat staan. De muur veel te dicht natuurlijk erop. Dat was natuurlijk ook te verwachten. Noordse Schut neemt nog eens even wat de tijd. Nou ja, Boetsema achter de bal. Brouwer die gaat komen zometeen. Daar komt de bal van Boetsema. Kan iemand de koppen? Nee. Kom, Dekker wel. Dekker wel. Bos legt hem klaar voor... Ja, Benkendoer. Wat er met de hand? Was er hands? Nee. Vrije trap voor Noordse Schut. Maar reden maar, daar snappen ze er helemaal niks meer van. Er gaat een wissel komen. Nick Buiting gaat eraf. Martjan Brouwer gaat erin komen. Het gaat heel stroef. Het gaat heel moeilijk. En stel dat je die 1-0 nog maakt, mag je daar blijven. Wissel aan de kansbaan, sportclub Germain. De nummer 25 van Buiting gaat eruit. En dan wordt gewisseld voor de nummer 6, Bartjan Brouwer. Zeg Frans voor de wedstrijd, ik weet niet hoe goed mijn stem is. Nou, komt goed uit de speakers hier zetten. We gaan richting de 80ste minuut. We zitten in het Gelre-Munnegus kwartiertien. Laat hem dan maar vallen in de 89ste minuut. Aan de goede kant. Aan de goede kant. Ik ga twijfelen. Wat heb je? Ik ga twijfelen. Ga je twijfelen? Ja, te maken met mij. Nee joh. Ik zit niet meer, dat weet ik wel. Daar komt dan de bal. Uiteraard in de handen van Streutker. Die nog even een halve salto bijmaakt. Bal meegegeven. Denk Miedema. Ja, Miedema. Miedema. Daar gaat Miedema. Daar gaat Miedema. Waar moet hij heen? Waar moet hij heen? Wie is er bij hem? Wie is er bij hem? Het is Dekker. Dekker die daar gehinderd wordt. Hij gaat door. Terwijl ze bij Noordse Schut ook wel een doelpuntje ruiken, heb ik het idee. Want er staan in één keer 4 assistenten daar langs de lijn. Boet, zeg maar. Naar Benkendoer. Breeman schuift door. Gedemuiden. Dan heb je het ontzettend moeilijk vanmiddag hier. Heel moeilijk. Brouwer. Die is natuurlijk nog fris en fit.
Bos geeft mee aan Brouwer. De ballen jongens hebben de instructies gegeven, snel meegeven. Nou, Brouwer kan ver ingooien natuurlijk. Komt zijn specialiteit nou echt op het juiste moment? Ik denk het wel. Waar staat hij eigenlijk? Oh, hij staat bijna in het publiek. Oké. Okay. Brouwer, daar is die ingooi. Heel ver. Van de Wetering. Ah, Van de Wetering. Nog een keer. Van de Wetering. Daar is Miedema. Miedema, Miedema. Ja! Miedema! Daar is dan eindelijk het ijs gebroken. Daar is dan eindelijk die brilstand die weg is. Het staat 1-0 voor Heerenveen. Het duurt even, maar dan heb je ook wat uiteindelijk, hè? Goed doorzetten daardoor Van de Wetering. De bal komt voor Miedema. Aarzelt niet. Schiet natuurlijk. En we kunnen opgelucht even ademhalen. Hij is erin geweest. Ja, 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 ja. Doelpunt aan de kant van Sportclub Gennemuiden. De nummer 19, Lars Miedema, scoort. Het staat 1-0. En dan wordt het wapen Bart-Jan Brouwer in werking gezet met die verre ingooi. Daar begon het natuurlijk mee, die verre ingooi. De bal uiteindelijk 4-4 bij Van de Wetering. Die goed doorzetten en dan uiteindelijk Miedema met de vrijheid. Ingmar, allebei. En dan maak je in de 80ste minuut toch die 1-0 uiteindelijk. En nou moet Noordse Schut komen. En kan Geerdemuiden misschien nog wel op zoek naar meer. Dekker. Het publiek, we behoren ze. Het publiek ook nog niet gehoord vanmiddag. Echt gehoord. Dat gaat net goed. Eenkoorn. Naar Bos. Kan Bos dat halen? Ja, dat kan hij. Neemt hem mooi mee met buitenkantje rechts. Bos. Bos met actie. Bos. Nathan Bos. Wat gaan we doen? Daar, Dekker. Dekker die goed erbij is bij de les. Scheidsrechter die ertussen staat. Boetsemaar. Boetsemaar jaagt de boel op en uiteindelijk... Terugspelen. En dat mag. Je mag wel terugspelen op je keeper, Benny. De overtreding van Brouwer op Vos. Dan gaat Bos gaat daar even door. En nou loopt het uit de hand eventjes hier. Nou loopt het uit de hand hiervoor. Nou moet iedereen even tot rust gemaand worden. Wat heeft de scheidsrechter gezien? Wat heeft de scheidsrechter gezien? Dit ligt in ieder geval Steenwinkel ligt erop. Zeg ik dat goed? De Steenbergen ligt op het veld. Gaat ook publiek daarmee bemoeien. En kijk. Och, dat is mijn vader weer. Zit hem. Dan denk ik altijd, waar gaat mijn vader ermee bemoeien? Dat doet dat nou niet. Dat is jammer dat ik dat weer gezien heb. Dan wordt vanavond weer een pittig gesprekje thuis. Heb je gezien wat er gebeurde dan? Dat niet helemaal, want nee, ik was gefocust hierop, wat hiervoor gebeurde. Ja, ik was in de camera ook weer gefocust. Dus we hebben het niet helemaal kunnen zien, wat daar is gebeurd. Maar er is wel wat gebeurd. Het kwam net bij ons buiten het beeld. Ik sta in het punt echt om naar beneden te gaan en mijn vader de weg te halen, wist je dat? Ik word hier toch zo foxwild van. Er komt dus geel aan. Wat komt er nog meer aan? Er is nog meer gezien. Wat is er allemaal nog meer gezien? Wat is er nog meer gezien? Er heeft iemand geel gekregen. Er gaat dan ook nog meer komen misschien dan? De tijd tikt uiteindelijk door. Geen nabeschouwing hebben. Jawel toch? Van wie? Ja, ze staan daar toch? Ze hebben de boel al klaargezet daar. Ja, voor interviews. Ja, weet ik niet. Er is een gele kaart geweest. Dat is voor camping. Oké. Okay. Er wordt gewisseld. Emma Lasse gaat erin komen. Wie gaat er dan uit? Het is Simon Eenkoorn die er dan uit gaat. Ik heb alles opgeruimd hoor. Ja, dat weet ik. Ja, maar ik denk dat ze dat wel gaan doen. Emma Lasse gaat erin. Simon Eenkoorn gaat eruit. Power on.
En nu staat hij weer daar. Ik snap er helemaal niks meer van, hoor. Tjonge, jonge. Maar net goed af weer voor Geerdemuiden daar nog. Ja, de 90ste minuut. Speeltijd, reguliere speeltijd, zit erop. We zijn weer on air. Oh, we zijn weer on air? Ik denk het. Oké, okay, nou ja, dat is goed nieuws in ieder geval. Dan zijn we de slotfase in ieder geval live. Buitenspel. Dan kun jij zien of we live zijn, dat weet ik niet. Ja, die hoor je van. Oké. Oké, dan zijn we weer online, gelukkig. Je mag niet knippen. Hij mag niet knippen, oké. Nou ja, ik heb me daar nog niet zoveel in verdiept, dus. Ja, maar je kunt er wel een beetje bij leren, hoor. Dan kun jij dat volgende keer doen. Ja, nee. Ga jij commentaar geven? Nou. Wel achter glas, denk ik. Miedema, Miedema in de wel. Miedema! Niks aan de hand. Wordt hij dan de matchwinner? Benkendoor, die vergeet met zijn tegenstander mee te lopen en de ingooi. Ik zeg hem over de rug heen gaan van Vos. Maar de ingooi is uiteindelijk voor Noorse Schut. Daar is dan de ingooi. Bal weggewerkt door Breeman. Wat kan Miedema daar nog? Kan Miedema er nog uit met iemand in Lassen misschien? De vrije trap voor Noorse Schut. Wie had verwacht dat het vooraf zo spannend zou worden hier? Ik niet. Niet zo spannend in ieder geval. Oh, ik heb nog steeds 0-0 in beeld. Het kan dus nog. Ik heb het in de gaten dat je van je apropos bent, Benny. Dat het staat gelukkig 1-0 voor Geerdemuiden. Mensen thuis. Het staat in beeldfout. Oh, in beeldfout. Oh, dat is jammer. Maar ja. Jens, in je rug. Osama. Achterin. De vrije trap, daar komt hij. De bal. Eigen speler aangeschoten, Ingmar Lasje die de bal wegwerkt. Volgens mij was het Vos tegen wie hij aangeschoten werd. Daar komt dan de ingooi. Heel veel blauw-zwart daar. Uiteindelijk bal in de handen van Hidde Streutke. Slim zijn, Hidde! Martien! Een zwaar bevochten overwinning wordt het als je wint. Daar mogen we toch inmiddels wel van uitgaan natuurlijk. Nu je in de voorstaat en balbezit had. Dekker. Levert de bal in. Wat kan Lasje dan nog? Niks. Dekker. Moeten we twee man afrekenen. Drie man. Komt wel goed voor zijn man. Het is Dekker met de actie. Nou. Uiteindelijk de vrije trap gegeven. Dekker die daar de boel nog even verstoort. Krijgt daar nog een duwtje mee. Wordt het toch nog weer een beetje onvriendelijk. Balletje wegtrappen. Een hele spannende slotfase hier zo. Bal wordt nog vooruitgelegd. Het is een scheidsrechter die het goed vindt. Het is het publiek dat schreeuwt. Daar komt dan de vrije trap. Over alles en iedereen heen. En dan is het een doeltrap. En weten we niet hoe lang we nog gaan doorspelen. Maar even weer rust achterin bij Geerdemuiden. En nu is het weer de Streuken die de tijd neemt. En de aanmaner krijgt tempo. Het wordt groot gejuich straks. Het zal grootst gevierd gaan worden misschien. Want het is een zwaar bevochten overwinning. Nog een lichte worsteling op veld daar. Maar het is Geerdemuiden aan de bal. Lasje. Bal over de zijlijn en het is afgelopen. Geerdemuiden wint met 1-0 van Noorse Schut. En het ging oh zo moeilijk vandaag. Oh zo zwaar. Maar het over Noorse Schut. Eindstand 1-0. Zwaar bevochten overwinning voor Geerdemuiden. Vanavond dat speelt Sportclub Lutthuis tegen Buitenpost. Ik wens u een fantastisch weekend toe. De drie punten. Volgende keer. Ze zijn binnen en dat is het. Allerbelangrijkste, de punten zijn binnen. We kijken nog even snel naar de andere velden, hoe het daar is gebleven. Volendam
4-0 voor tegen Buitenpost. Die zullen wel gaan winnen. Maar Urk staat nog steeds achter. En ook Eendijk staat nog steeds achter. Het kan een heel mooi weekend worden, dames en heren. Maar dat weten we pas over een poosje als alle wedstrijden gespeeld zijn. Gaan wij zo nog schakelen naar de andere kant? Nee. Nee? Oké. Okay. Dan sluit ik af. Dan wil ik u bedanken voor het kijken. Ja, het was een zware middag hier op Sportpark de Wetering. Zwaar bevochten. Geert de Muiden wint met 1-0 door een doelpunt van Lars Middema in de 80ste minuut. Geert de Muiden doet wat het moest doen en dat was winnen. Goed weekend. Tot volgende keer.